Heropening van de kapperszaken, dames en heren. Inderdaad, het heeft 3 maanden, bijna 4 maanden geduurd. Wij gaan toch even luisteren hoe het precies in zijn werk zal gaan. En we zijn bij Le Salon du Zoet, bij Olivier van Tomme. Ja, Olivier, de afgelopen maanden heb je dan met je duimen gedraaid? Het is zeer lang die periode dat je moet gesloten zijn. Het is moeilijk omdat je zoveel werk normaal gezien hebt en je mocht niks doen. Wij vervelen ons en de klanten hadden ons nodig. En dat is zeer, zeer moeilijk. Financieel overleven is ook eigenlijk een stukje aan de orde. Hè? Een zaak die bijna 4 maanden dicht is, 0 euro inkomsten. Ja, inderdaad. Het is, dat is zeer schrijnend. Nu, ik heb een grote ruimte, een grote zaak, maar voor de kleine zaken ook. Het is voor iedereen zeer schrijnend. Ertoe dat we de mogelijkheden hebben voor mooi verder te werken, maar dat we het niet mogen doen. Dus wij staan verheugd voor terug te beginnen zaterdag. Oké, het goede nieuws is inderdaad eraan gekomen. Zaterdag start, 13 februari, met een aantal voorwaarden, een aantal in te vullen zaken. Lukt dat? Dat lukt van zeker. Ik ga eerlijk zeggen, voor de veiligheid voor het personeel, voor mij en voor mijn klanten, hou er alles aan doen voordat alles correct loopt. Oké. Een voorbeeld, voldoende verluchting, deuren en ramen open, een kwartier tussen iedere klant. Is dat allemaal doenbaar dan? Dat is zeker doenbaar. Wij zijn super tevreden dat we terug open mogen. Dus wij gaan er alles aan doen voor optimaal aan de COVID-regels te beperken eigenlijk. Oké. Ik neem aan massa's reservaties ondertussen. Iedereen zal gehoord hebben dat men terug naar de kapper kan. Inderdaad, de telefoon staat niet stil, dus daarvoor hebben we wel geluk dat we er terug kunnen invliegen en ertoe voor de mensen terug te zien. De mensen hebben ons nodig, maar wij hebben de mensen ook nodig. Ja, een prangende vraag eigenlijk. De dames en de heren ook, maar vooral de dames, hebben bij hen thuis zelf wat gechipoteerd. Als ik dat zo oneerbiedig mag zeggen, vrees jij bepaalde dingen dat je zegt, oei, wat is hier gebeurd? Ja, dat gebeurt zeker. Hè. Dat gebeurt zelfs zonder lockdown. Dus wij zullen super creatiever mogen zijn. Dus dat komt allemaal wel op zijn pootjes terecht. Dus je verwacht wel dat je een aantal dingen gaat moeten rechtzetten die een beetje uit de hand zijn gelopen. Inderdaad, maar dat komt wel goed. Als je bij een professioneel te werk komt, dan ga je zeker goed geholpen worden. Goed, reservaties, ze stromen binnen. Voor degenen die, die dat nog zouden willen doen, bellen naar waar? Naar het salon, dus dat is 050-60-49-87. Dus dat is hier in het salon. En dat komt dan bij mij terecht. Dus ik ben 24 op 24 bereikbaar. Een gelukkige kapper, hè? Inderdaad, zeer gelukkig, zeer gelukkig. Veel succes. Dank je wel. Dank je.